Muziek en creativiteit hebben altijd een grote rol gespeeld in ons gezin. Regelmatig werd de gitaar gepakt en werd er gezongen. De Soundmix Show van Henny Huisman op landelijke tv was mijn doorbraak. Het was 1988 en ik was 19 jaar. Je hebt verkering of... Ja! Met nogal wat jongens, begrijp ik. Vijf jaar later werd ik gevraagd om een nummer in te zingen voor Two Brothers on the Fourth Floor. Het begon met Never Alone en daarna kwam al gauw onze internationale nummer 1 hit Dreams. Ze is de leadzangeres van de 90's groep, de Two Brothers on the Fourth Floor. Desiree! Mijn droom kwam uit. Met een koffer vol hits reisden we de wereld over. Maar vanaf mijn 40ste ben ik gaan onderzoeken naar wie ik nog meer ben naast het gezicht van Two Brothers on the Fourth Floor. Ik moest leren luisteren naar mijn hart om moeilijke beslissingen te kunnen nemen en begon mijn diepste verlangens om te zetten in muziek. Dat bracht me hoop, vertrouwen en nieuwe kansen. That's right! De afgelopen 7 jaar heb ik gewerkt aan mijn eigen album. Dat heeft me door een moeilijke periode van borstkanker heen geholpen. En dit proces heeft mij nog meer verdieping, geloof en kracht gebracht dat ik heb weten om te zetten in nieuwe muziek, mijn muziek. Ik ben Desiree. En donderdag 29 september presenteer ik hier in de Vorstin voor het eerst live mijn nieuwe album Dreams of Magic. Ik hoop je dan te zien. Come on.